Mag je die dropjes niet gewoon opeten? Nee, ik vind ze vies. Ik hou niet van drop. Op de zolder van Museum Boerhaven wordt deze herfstvakantie weer flink geknutseld. We hebben het hoestdrankje brouwen. Kinderen kunnen dan zelf aan de slag met het hoestdrankje, want het griepseizoen staat weer voor de deur. En de tweede activiteit is het maken van een eigen snavelmasker. In de tentoonstelling Besmet hebben wij ook een van de replica's van hoe in de 17e eeuw de dokters met een snavelmasker liepen. En de kinderen kunnen vandaag een replica daarvan maken. Dus ze zijn lekker aan de slag. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Nou, we hadden niet echt iets beters te doen en de rest was allemaal vol. En je bent nog niet heel ver. Nou, het duurt lang. Het is veel knippen en tekenen. Dan hebben ze hier van die oranje dingen en die moet je gewoon overtrekken en dan moet je het uiteindelijk in elkaar zetten. Is dat moeilijk? Ja, want het lukt niet echt. Nou, je moet die pinnetjes erin doen en dan los doen of zo en dan moet het een snavelmasker worden. Waarom maak je geen hoestdrank? Oh, die heb ik al gemaakt. Heb je het al geproefd? Nee, dat nog niet, maar je moet nog oplossen. Het duurt een dag. Het gaat sneller als je dit flesje thuis op de verwarming zet, want dan gaan de dropjes sneller opgelost worden. Wat doe je er nou in? Honing. Honing en drop? Ja. Dat wordt wel lekker. Ja, ik vind drop namelijk wel lekker. En wat moet er daarna gebeuren? Er zit water in en dan schudden, 30 seconden lang. En ik zie ook allemaal etiketten op tafel liggen. Ja, die kan je erop doen en dan je naam en de ingrediënten erbij schrijven. En krijgen de kinderen dan ook uitleg dat ze de link kunnen leggen met bijvoorbeeld de tentoonstelling Besmet? Zeker, op tafel staan allerlei uitlegbordjes die de link leggen met de tentoonstelling die er nu is. Het geeft ook uitleg waarom de dokters vroeger op die manier zich kleden. En er lopen altijd museumdocenten rond die meer kunnen vertellen als er vragen zijn over de snavelmaskers.